Manuel, welkom hier in Dreumel. Ja, dankjewel. In deze video wil ik het even hebben over hoe je op kunt vallen. En daar ben je specialist in volgens mij. Ja, dankjewel voor die. Ja, zo, je moet ook specialist zijn, denk ik. Je moet ook opvallen. Kun je iets vertellen over je website? Want op je website staat doe zo gek mogelijk en word succesvol. Kun je dat toelichten? Ja, als ondernemer moet je soms een beetje gek zijn. En je moet vooral gek doen om op te vallen, is mijn motto. Omdat je nooit de eerste bent, je bent ook niet de laatste en zeker niet de enige. En als je altijd doet wat iedereen doet, ja, dan ga je in de massa op. En dat moet je niet willen als ondernemer. Dus je moet een beetje gek doen om op te vallen, absoluut. En hoe kun je online opvallen? Verschil natuurlijk per vakgebied. Hè. Kijk, als metafoor gebruik ik die blauwe muts. Maar ik kan me voorstellen als je boekhouder bent en je wil mensen adviseren over jaarcijfers, dat je geen blauwe muts op gaat zetten. En dan moet je een andere manier zoeken om op te vallen. En dat kan misschien zijn om informatie te geven die jouw concurrenten niet willen. En dat is natuurlijk ook een vorm van opvallen. Iets doen, en dat is eigenlijk de strekking ervan. Iets doen wat de concurrent niet doet en iets doen wat de consument of jouw klanten niet van jou verwachten. En hoe zou je zoiets kunnen toepassen op video? Als ik bijvoorbeeld een video wil maken en ik wil als boekhouder opvallen. Ja, net heb je al de tip gegeven over de content die je dan zeg maar maakt. Maar zou je nog misschien iets meer eraan kunnen toevoegen als je echt iets in beeld gaat werken met video? Nou, het klinkt heel gek, maar video is misschien wel een vorm van gek doen. Want er zijn maar heel weinig ondernemers die video toepassen. En gek doen wil niet altijd zeggen dat je extreem gek moet doen. Maar vaak hoef je maar een klein dingetje anders te doen dan je concurrenten of je collega's, waardoor je al opvalt. En dat kan juist video zijn, kan in veel gevallen juist dat kleine dingetje zijn, waardoor je gaat opvallen. Oké, dus eigenlijk is video gewoon onderscheidend op dit moment nog voor ondernemers? Nou, zeker onderscheidend, absoluut, ja. En kun je nog een algemene tip geven hoe je op kunt vallen? Bijvoorbeeld, ja, hoe val je nog meer op als ondernemer online, zeg maar? Ja, het puur anders zijn en zoeken naar de mogelijkheden om anders te zijn. En het klinkt vaak heel moeilijk en vaak moet je het ook niet bij jezelf doen. En mijn strik is eigenlijk vaak als jij zegt van nou, dit is mijn plan. En je gaat het met andere mensen delen en die zeggen joh, dan ga je het er niet doen. Dan moet je het juist doen. Ja. En dan weet je van nou, dat is ik goed, want niemand zou het doen en ik ga het wel doen. Ja, absoluut. Nou, een geweldige goede tip. Ja, wanneer kunnen mensen gebruik maken van jouw diensten? Wat kun je leveren aan mensen? Nou, ik lever mijn informatie. Die deel ik in mijn video's en dan ga je zoeken op blauwe muts en dan kom je mijn informatie tegen. En daarin deel ik een hoop kennis die ik heb als ondernemer. Maar je kan me ook inhuren als spreker voor op een event of op een business of voor scholen. Dan kom ik inderdaad de ervaringen die ik heb als ondernemer, die dingen die ik inderdaad gek heb gedaan die een andere ondernemer niet zou doen, die kom ik delen met de toehoorders. Oké, top. Bedankt voor het interview. Nou, graag gedaan. Ik vond het ook een leuk interview.